Engelbrecht II van Nassau. In een lang verleden kocht Jan II van Polanen de stad Breda. Dat kon toen nog. En hij ging er wonen en bouwde er het kasteel van Breda. Wij kennen dat nog als de KMA. Hij was rijk. En zijn rijkdom ging over naar zijn kinderen en kleinkinderen. Johanna van Polanen kwam uit die familie en die trouwde met een zekere Engelbrecht van Nassau. Dat was ook een belangrijk man, maar die kreeg alle geld en landerijen van Johanna zomaar cadeau. Hij en zijn zoon werden rijker en rijker. Maar helemaal zijn kleinzoon. Engelbrecht II heette die. Die werd opgevoed aan het Bourgondische hof van Karel de Stoute. De Stoute? Toen betekende dat de dappere. Van deze hertog leerde de jonge Bredase graaf hoe je een land moet besturen. Een leger moet aanvoeren en om oog te hebben voor kunst. Dat is een bijzondere combinatie. Al op 16-jarige leeftijd stond hij zijn hertog bij op het slagveld. Na de dood van die dappere Karel de Stoute wordt Engelbrecht kamerheer van Maximiliaan van Habsburg, de latere keizer van het Heilige Roomse Rijk. Zo werd Engelbrecht een belangrijk man in heel Europa. Hij werd uiteindelijk stadhouder van de Nederlanden. Na hem komen er nog meer Nassaus, tot er een trouwt met een prinses van Oranje. Zo ontstaat de naam Oranje-Nassau, bekend van Willem van Oranje-Nassau, de stichter van Nederland. En zo heet onze koninklijke familie nog. Leden van onze koninklijke familie zijn dus jaren de baas geweest in Breda. Breda en zijn omgeving, dus ook in onze gemeente. En als je naar de grote kerk in Breda gaat, dan vind je daar een prachtig grafmonument. En daarin liggen oude leden van onze koninklijke familie begraven.